Dit hier is ongeveer 3 gram Marokkaanse hash en dat kost zo'n 25 gulden. Er is een tijd geweest, nog niet zo lang geleden, dat de straathandel in softdrugs zich afspeelde in donkere steegjes. Per slot van rekening is die handel nog steeds bij de wet verboden. Maar tegenwoordig gaat dat heel anders. In Amsterdam en een aantal andere steden verschijnen in hoog tempo steeds meer coffeeshops waar hashish en marihuana openlijk worden verkocht, zonder dat daartegen wordt opgetreden. Het wordt gedoogd, zoals dat heet. Bovendien blijken sommige jongerencentra, zoals de Happy Family, zich grotendeels te bedruipen met de opbrengst van softdrugs en daar ook nog een aardige winst aan over te houden. Laat maar gaan, zegt de gemeente Amsterdam. Sterker nog, die gemeente stopt in één zo'n Happy Family centrum in de afgelopen jaren maar liefst 1 miljoen gulden subsidie. Laat maar hopen dat hij een beetje rolt. De gelukkige familieleden, genietend in de jeugdsoos aan de Amsterdamse Rustenburgerstraat. De Happy Family is een stichting die zich op geheel eigen wijze bezighoudt met jongerenwerk. De doelgroep wordt gevormd door de zogeheten kansarme jeugd, veelal werkloos en behorend tot een etnische minderheid. Het geluk wordt naar ze toegebracht in de vorm van gratis koffie en thee, reisjes naar Ibiza en Zuid-Frankrijk, activiteiten als rollerskaten en paardrijden en niet geringe hoeveelheden hashish en marihuana. Opvang van minder bedeelde jongeren in de samenleving. Een nobel doel waar nu een donkere schaduw overheen hangt. Volgens leden van de VVD-fractie en de Amsterdamse gemeenteraad gaan achter het ideële streven van de Happy Family commerciële activiteiten van grote omvang schuil. Belastingdeskundigen zouden berekend hebben dat de stichting uit de handel in softdrugs 12 à 13 miljoen gulden per jaar binnenhaalt, waaruit een winst overblijft van maar liefst 4 miljoen. En dat terwijl er in 1977 een miljoen gulden aan subsidie is verstrekt aan één van de Happy Family vestigingen. Inmiddels is door de gemeentelijke accountantsdienst gerapporteerd dat er geen enkele noodzaak is tot het voortzetten van de subsidie. De subsidie werd bevroren, maar het ziet ernaar uit dat die nu toch alsnog uitgekeerd gaat worden. Volgens de verantwoordelijke wethouder is de miljoenenwinst onzin. Nee, ik denk dat dat uit de lucht gegrepen bedragen zijn. Ik denk niet dat het zoveel omgaat. Het lijkt me niet zo eenvoudig voor de wethouder om dat te kunnen vaststellen. Omdat het accountantsrapport heel duidelijk aangeeft dat er onvoldoende inzicht is in de bedragen die omgaan, zowel voor de bar als voor de drugshandel. Uit het accountantsrapport blijkt inderdaad dat er geen enkel inzicht te krijgen is in de financiële handel en wandel van de Happy Family. Dat er bijvoorbeeld geen duidelijkheid bestaat over hoeveel softdrugs er verkocht wordt en dat er waarschijnlijk sprake is van een zwart circuit. Een financiële warboel, zou je zeggen. Nee, dat is niet de constatering die wij hebben getrokken uit de rapportage die wij hebben. Er zijn bepaalde inkomsten en ook uitgaven die niet verantwoord zijn geworden in de boeken. En dat zijn voornamelijk opbrengsten die te maken hebben met barinkomsten. Maar dat is, toch, dat zien we bij meer jongereninstellingen. Dat verontrust mij niet bijzonder. De Happy Family zelf is karig met het noemen van bedragen. Alleen de baromzet over 1983 willen ze kwijt. En die zou 650.000 gulden zijn, aanmerkelijk minder dus dan de 12 miljoen. Baromzetten moet u onder verstaan, pilsjes, frisdranken, koekjes en softdrugs. En daaruit zou resteren een, mag je noemen, winst van 120.000 gulden. Hoe kan dat nou, een winst bij een stichting? Ja, dat kan dus niet. Daar kunnen we heel simpel over zijn. Stichting kan geen winst maken, alleen u moet er rekening mee houden dat er hier ook sprake is van een viertal verenigingen. En daar kan het wel. De werkelijke winstcijfers zullen wel ergens in het midden liggen. Om kleine bedragen gaat het in ieder geval niet. Daar komt bij dat samen met de financiële vraagtekens een aantal andere onverkwikkelijkheden naar boven zijn gekomen. Zo zou de Happy Family nogal hardhandig actie gevoerd hebben tegen de voorgenomen sloop van dit pand aan de Rustenburgerstraat. Waarbij verfbussen leeggespoten werden in een gebouw van de gemeente en een ambtenaar bedreigd zou zijn. De bezoekers van Happy Family hebben actie gevoerd. Daar kan best wel sprake zijn geweest van verfbussen. Zij hebben niemand bedreigd. Ik heb begrepen dat BMW hebben geantwoord ook op die VVD-vragen dat men zich door die acties bedreigd zou hebben gevoeld. Ik moet eraan toevoegen dat er geen aangifte is gedaan bij de politie. Wij hebben wel wat problemen gehad met buurtbewoners. Er is ook inderdaad een ambtenaar van de gemeente is bedreigd
Of dat echt specifiek door de leden van de Happy Family is gedaan, dat zoeken wij op dit moment nog steeds uit. De verstandhouding met de buurtbewoners mag dan te wensen overlaten, die met de wijkagenten is uitstekend. Juist in overbevolkte stadsdelen als de Pijp, met veel kinderen uit minderheden, doen dergelijke jeugdopvangcentra prima werk, vinden ze. Er is ook een duidelijke behoefte bij jongeren om een centrum als dit te hebben. En van daaruit ook zelf activiteiten te ontwikkelen. Nou, niet eens een keer vanuit de gemeente allerlei mensen opleiden die van bovenaf gestuurd zich bezig gaan houden met jongeren. Maar dit is nou juist één groepering die van binnenuit die zelf dingen gaat ondernemen. Ja, en dat daarbij natuurlijk allerlei bijverschijnselen zitten. Door ons kom je niet aan. Dat heb je met elk jeugdcentrum. Alleen die worden in dit geval wat sterk overtrokken. Ik denk dat ze een heel belangrijk deel voor de jongeren die in die positie zijn, dat ze al niks hebben. Als dit ook nog afgenomen wordt, dan hebben ze helemaal niks meer. Er zijn door al deze zaken de activiteiten van de Happy Family nogal in discrediet gebracht. Vindt u dat niet jammer voor het jongerenwerk wat er verricht wordt? Dat zou je kunnen betreuren, maar dat had de wethouder natuurlijk allemaal kunnen voorkomen als hij in eerdere stadia fractiegenoten van de VVD die daar om informatie hebben gevraagd, meteen die informatie had gegeven. Het had niet zo ver hoeven te komen. Dit is de discotheek van de Family. Er staat hier voor een kapitaal aan elektronische beveiligingsapparatuur opgesteld. Maar, zegt de stichting, dat is juist gedaan om in de gaten te houden of er geen harddrugs worden gebruikt of verhandeld. Bij de inrichting van de disco en ook bij deze sociëteit aan de Overtoom is niet op een dubbeltje gekeken. In allebei de vestigingen is bijvoorbeeld een huisbioscoopje aanwezig. Een opvallend initiatief van de Happy Family is de Happy School. Dat is een initiatief wat we 3 jaar geleden hebben genomen en waar jongeren op hun eigen manier onderwijs krijgen. Het zijn meestal jongeren die vroegtijdig opgehouden zijn met onderwijs volgen en die via de Happy School weer opnieuw de kans grijpen om dingen bij te leren over hoe de samenleving in elkaar zit. Wat er aan geld binnenkomt, ook uit de hashverkoop, wordt uitgegeven ten behoeve van de jongeren. Dat is de filosofie. Jammer is het dan alleen dat er blijkbaar niet aan gedacht is een behoorlijke boekhouding bij te houden en dat er dus ergens een forse winst is zoekgeraakt. Maar feit is dat er wat gedaan wordt met het geld. In talloze coffeeshops die softdrugs verkopen, verdwijnt al het geld in de zakken van de huisdealers. Hashish en marihuana worden nou eenmaal in Amsterdam en andere steden openlijk te koop aangeboden. Iedere week schieten er weer een paar winkeltjes uit de grond met het bekende hennepblaadje op het raam. Justitie laat ze met rust. Tenzij er ook harddrugs in het spel zijn. Op de coffeeshops heeft de gemeente nauwelijks vat. Maar nu blijkt dus ook het jongerenwerk in Amsterdam soms afhankelijk te zijn van de verkoop van nog steeds illegale middelen als hashish en marihuana. Je zou je een gezondere situatie kunnen voorstellen. Ja, een betere situatie zou zijn als de overheid door het Rijk in de situatie werd geplaatst dat ze al dit soort jongerencentra genoeg subsidie kon geven, zodat dit soort zaken niet nodig zou zijn. Maar zo is de situatie niet. Je bent gewoon dus afhankelijk als gemeente van de verkoop van softdrugs? Nee, wij exploiteren dat jongerencentrum niet. Dat jongerencentrum is een particuliere instelling. En wij zijn niet verantwoordelijk voor de handel en wandel van de jongerencentra.